harte goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Bestuursdienst, BOG en ECD voeren winkelcontroles uit in resort Paramacca. Bibis vat klachten over lange wachttijden, visumaanvragen serieus op. Datasuur ontwikkelt webapplicatie voor juridische sector. BOG biedt mogelijkheid tot gratis gele koorts vaccinatie. En aftredend CARICOM-voorzitter Brissinio blikt tevreden terug. De bestuursdienst van het resort Paramacca in het district Sipaliwini heeft recentelijk winkelcontroles uitgevoerd in het voornoemde gebied. Deze actie geschiedde in samenwerking met het Bureau Openbare Gezondheidszorg en de Economische Controledienst. Districtscommissaris Osei Yabini merkt op dat er veel zaken verkeerd gaan. Het bleek dat sommige ondernemers niet over een vergunning beschikken. Daarnaast zijn er ook vervallen producten in beslag genomen. Met het oog op voedselveiligheid en ordehandhaving streeft de burgervader naar een correcte naleving van de vergunningsvoorwaarden. Wij hebben winkelcontrole gedaan in ons gebied, het gebied resort Paramacca. Is een van de resorten in Sipaliwini, waar ik de leiding aan heb. Het is zo dat wij hebben opgemerkt dat er een trend was in het gebied, dat grote zaken die in de stad bijvoorbeeld winkels hebben, producten sturen naar het binnenland die, je kan zeggen, bijna of 2 dagen of 3 dagen hebben om nog te vervallen. En toen we de informatie hebben gekregen, hebben we toen besloten om een actie te plegen samen met de ECD, BOG en het bestuursdienst. En wat bleek, we hebben heel veel vervallen spullen kunnen vinden bij de winkels. Sommige winkels hadden hele magazijnen vol met vervallen spullen die wij hebben ontruimd. Maar daarnaast ook onhygiënische omstandigheden die we hebben geconstateerd door het BOG. En ook vergunningen die vervallen waren, winkels die helemaal geen vergunningen hadden, die een paar jaren al eigenlijk zonder een vergunning een winkel ging draaien. Toen ik pas aantrad, hebben we 2 keren acties gedaan en we hadden toen ook al heel veel vervallen spullen kunnen vinden en ook vergunningen, en die mensen hadden ook boetes gekregen vanuit ons, en daarna moesten ze hun zaken in orde gaan stellen. Deze keer hebben we ook heel veel kunnen vinden en we hebben besloten om elke maand, om de 2 maanden, deze actie voor te zetten. Om eigenlijk de zaken daar onder controle te houden. Want het is belangrijk dat wanneer er controle is, dat je gaat hebben dat de winkeliers beter gaan letten op hun zaken. Omdat men denkt vaak van, oké, het is het binnenland, dus ze mogen doen wat ze willen, er is geen controle. Maar ik heb gezegd, als districtscommissaris wil ik wel ervoor zorgen dat er controle, regelmatig controle komt bij de winkels, de ondernemingen, zodat de gezondheidszorg van de mensen gewaarborgd kan zijn en veilig gesteld kan zijn. Want dat is een van onze taken, dat wij ervoor zorgen dat de gezondheidszorg van de mensen daar in het gebied veilig gesteld zijn. Omdat u weet, als u vervallen producten gebruikt, is het zo dat je ziek kan worden. Want wat er gebeurt is, nadat die spullen vervallen zijn, kan de samenstelling van zo'n product gaan veranderen. En het kan dan ook giftig zijn voor de gemeenschap.
Dus wij moeten ervoor zorgen dat de gemeenschap eigenlijk, dat de gezondheid van de gemeenschap niet in gevaar komt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking vat klachten over lange wachttijden bij visumaanvragen serieus op. Deze situatie van lange wachttijden veroorzaakt veel ongerief, vooral bij personen die vanwege een spoedeisend karakter naar het buitenland moeten afreizen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking wordt de laatste maanden overspoeld met klachten van burgers over de lange wachttijden voor het verkrijgen van visa voor de Schengenlanden en de Verenigde Staten van Amerika. De visumaanvraag om naar Nederland af te kunnen reizen geschiet via het kantoor van VFS Global. Hier krijgen de Surinaamse burgers wachttijden voor een afspraak. Deze wachttijden kunnen variëren van 3 tot wel 5 maanden. Het ministerie van Bibis heeft gehoor gegeven aan de vele verzoeken van de Surinaamse burgers om te bemiddelen. Reeds begin dit jaar zijn er gesprekken gevoerd met desbetreffende ambassades en navolging gegeven middels diplomatieke notas om de issue aan te kaarten. Het ministerie is de verzekering gegeven dat de visumverlening spoedig zal worden opgeschaald. SuLegal is de nieuwste webapplicatie die is ontwikkeld voor de juridische sector. Op woensdag 22 juni 2022 heeft DataSuur NV in Hotel Courtyard by Marriott in aanwezigheid van advocaten, notarissen en genodigden deze software gelanceerd. Het gaat om een specifieke applicatie welke op maat is gebouwd. De juridische sector kan nu overstappen naar digitalisering in combinatie met innovatie. Het is voor verschillende branches en sectoren in Suriname van belang dat de ICT-infrastructuren ingericht zijn volgens internationale standaarden. De applicatie heet SuLegal, waarbij we dus dan een specifieke applicatie voor de juridische sector in Suriname hebben gelanceerd. De bedoeling ligt erin, vanuit onze strategie, dat we steeds verschillende sectoren in Suriname aandoen, waarbij nu dus de juridische sector aan de beurt is en vandaar dat we een specifiek op maat een applicatie hebben gebouwd voor de sector. Wat zal dit betekenen voor de juridische sector? Dit betekent voor de juridische sector dat ze eigenlijk richting digitalisering kunnen gaan in combinatie met innovatie. Bij wijze van spreken, als er dus een legal case is, gaan ze dat kunnen volgen vanuit hun applicatie. Ook de integratie met bij wijze van spreken de Hof van Justitie, daar zijn we nu bezig om dat te kunnen bouwen. Dus heel simpel, al het papier dat er ligt bij de verschillende advocatenkantoren, wordt in 1 keer gedigitaliseerd, waardoor er dan ook rapportages en ook predicties voor de toekomst gemaakt kunnen worden. Waarom is een applicatie heden ten dagen belangrijk? Kijken we naar de ontwikkeling van de industriële revolutie wereldwijd, zijn we nu in de 4e industriële revolutie. Wat betekent dat? Bij de 4e industriële revolutie is het zo belangrijk dat je moet kunnen digitaliseren. Want op basis van het digitaliseren gaat je besluitvormende processen hebben. Dus de applicatie, de SuLegal app, geeft de advocaten de gelegenheid om in-depth informatie te hebben van hun cases, zodat zij kunnen beslissen over de toekomst van hun onderneming. Dus het is eigenlijk al een stukje business intelligence dat wordt gedigitaliseerd in hun eigen omgeving. En is het alleen bedoeld voor advocaten? Het is initieel bedoeld voor de advocaten, maar onder andere heb je ook de accountants die bij wijze van spreken gebruik zouden kunnen maken van een dergelijke applicatie. Of bijvoorbeeld de notariële organisaties in Suriname. Nou, met webdevelopment, dat encompast heel veel. Dat betekent namelijk websites bouwen, webapplicaties bouwen. Erop toezien dat deze websites goed te zien zijn op mobiel, op jouw desktop. Dat is zo'n beetje webdevelopment allemaal. Neem
heeft de webapplicatie SoLegal eigenlijk gebouwd, zeg maar. Waarop moest u allemaal letten? Hoe is het voortraject geweest? Ik moest allemaal letten op wat de behoeften voornamelijk waren van de advocaten. Daarvoor hebben we ook een sessie met hun gehad voordat we van start gaan met de bouw van de applicatie. Dus het waren gewoon de behoeften hoor, van de advocaten waarop ik voornamelijk moest letten. U heeft een demo gegeven hoe de applicatie werkt, maar eigenlijk heeft u feedback gehad van de advocaten die hier aanwezig waren. Wat is het natraject hiervan? Het natraject hiervan is dat zij alvast gebruik gaan maken van deze features die vandaag te licht zijn gebracht. Verder is er ook dat wij gaan werken aan bijkomende features die wij ook vandaag hier hebben gelist. Net als time tracking, integratie met Hof van Justitie en dergelijke zaken. Het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg, BOG, biedt burgers de mogelijkheid zich gratis te vaccineren tegen gele koorts. De vaccinatielocaties zijn het BOG, de geselecteerde polyklinieken van de regionale gezondheidsdienst en de medische zending. Vaccinatie tegen gele koorts is noodzakelijk om te voorkomen dat deze infectieziekte Suriname binnenkomt. BOG-directeur Rajesh Ori gaat desgevraagd nader in op deze gratis mogelijkheid van het bureau. We hebben een heleboel gele koorts vaccinstok, iets meer dan 30.000. Alles heeft te maken met vanaf 2020 zijn alle vaccinaties teruggelopen. Dus er is veel over en eind juni vervalt het vaccin. Dus we hebben niet nu, we hebben ook tijdens de vaccinatieweek ook opgeroepen dat mensen zich kunnen laten vaccineren gratis. Als je vaccineert krijg je een geel kaartje. Als er personen zijn die misschien zouden willen gaan reizen, daarvoor heb je een geel boekje nodig. Daarvoor gaan ze wel 50 SRD moeten betalen. Gele koorts is erg belangrijk. We zien, als we kijken in de regio, zien we nog steeds uitbraken in de buurlanden en ook in de andere Zuid-Amerikaanse landen. Dus voor ons is het belangrijk om een hoge vaccinatiedekking te hebben. We weten allemaal dat gele koorts vooral wordt overgebracht door zelf de muskiet als de dingen overbrengt. Dus de Aedes aegypti, er zijn ook andere muskieten die dan tussen de apen circuleren. Dus dat is er ook. Maar belangrijk is, we moeten hoge vaccinatiedekking hebben om te voorkomen dat we gele koorts uitbraak krijgen in Suriname. Gele koorts kan je krijgen als je wordt geïnfecteerd door, als je wordt geprikt door een positieve muskiet. En het geeft meestal dat je lever wordt aangetast en andere organen, waarbij personen ook kunnen komen te overlijden. Met het kindervaccinatie wordt van 1 jaar kinderen gevaccineerd, dus vanaf 1 jaar kan ieder gevaccineerd worden. Alle tropische landen bijna vragen een gele koorts vaccinatiebewijs en dat zijn door de WHO uitgegeven gele boekjes. Dat is vereist om te komen naar die landen, om af te reizen. In de tijd is op sommige boekjes van Suriname staat ook dat het voor 10 jaar geldig is, maar dat is niet zo. 1 prik is voor het leven. En vandaar dat we mensen de mogelijkheid geven dat ze primair komen vaccineren, dat ze beschermd zijn. En ook als ze eventueel gaan reizen, want we zien vaker dat mensen komen en ik moet gele koorts vaccinatie, ik ga over 2 dagen weg. Maar je moet minimaal 10 dagen van tevoren geprikt zijn. Er is een case geweest, de persoon is ook naar Suriname geweest, na een aantal andere landen te hebben bezocht. En die persoon is toen in Nederland positief getest. Er is toen case investigation gedaan en men heeft kunnen vastgesteld dat vermoedelijk in Suriname zou zijn geïnfecteerd geraakt of besmet zijn geraakt. Op zich, mijn persoonlijke mening, ik weet niet of dat zo zou kunnen zijn, omdat het is een vector-borne disease, je kan niet maar 1 case krijgen. En dit had te maken van, je hebt 2 cycli, transmissiecycli binnen gele koorts. Dat noemen we een urbane transmissiecyclus. Dat is tussen mensen en muskieten. Je hebt andere, noemt men dat de salivatische vorm tussen muskieten en apen. En dan zou deze persoon door muskieten die eigenlijk normaliter tussen de apen, dus gele koorts overbrengen, zijn geprikt. Want apen, muskieten zijn opportunisten. Als ze een bloedmaal zien, maakt niet uit als het een apen of mensen gaan ze prikken. Vreemd genoeg, we hebben alleen 1 case eigenlijk en geen zieke apen, geen dode apen en geen andere cases. Dus. Maar Suriname is op de kaart geplaatst als ze zeggen dat wij
kies hebben gehad en dat er gele koortstransmissie is in Suriname. Dat maakt dat er vooral in de regio een heleboel landen erg streng letten op Surinamers als ze naar die landen gaan. Dus zou iedereen oproepen die niet is gevaccineerd om je te laten vaccineren. Gele koorts is een ernstige ziekte. We bieden nu gratis aan. Vooral als je in de regio gaat reizen naar andere landen en zo. Je gaat het nodig hebben. Maar belangrijk is dat wij moeten blijven een hoge vaccinatiedekking hebben. We hebben verschillende trainingen en workshop daarover gehad. Dat wij voorbereid moeten zijn dat als in Brazilië, Frans, Guyana of Venezuela er uitbraak is, dan moeten we oppassen dat het naar hier naartoe komt. President Chandrika Prasad Santokhi is per 1 juli 2022 gedurende 6 maanden voorzitter van de CARICOM. Het Surinaamse staatshoofd volgt dan John Antonio Bresigno van Belize op. De aftredend voorzitter is de huidige premier van Belize. Bresigno blikt tevreden terug op zijn voorzitterschap in de afgelopen 6 maanden. Hij spreekt van een drukke periode en zegt dat regionale meetings daarvoor vanwege COVID-19 via Zoom moesten. Na de eerste fysieke en succesvolle summit in maart zijn er constructieve bijeenkomsten geweest. So PM, let's start by talking about your experiences over the last 6 months as the CARICOM chairman. I think this has been the fastest 6 months in my life as the chairman for CARICOM. Certainly, it has been an honor and a privilege for me to be the chairman for the past 6 months for CARICOM. And it was a quite busy 6 months. If we think very quickly, for almost 2 years, nobody was traveling. And so everything was being done by Zoom. But now that we had the traveling, well, we had the first meeting, this summit, the heads, when they came here in March. It was very successful, 2 days where we talked about issues pertaining to the region, the issues of access to our local markets, to the regional markets, issues of the single market and economy, COVID, the economy, the issues of climate change, and how we can access to financing. And right after, the following day, then we had a summit between CARICOM and SICA, something that has not taken place in 10 years. And so we're quite excited to have our colleagues from Central America to join us, and which they did. Also, we must remember that the Secretary General of the Antonio Guterres from the United Nations was going to join us, but because of the crisis in Ukraine, they had a vote at the UN, so he could not travel. But he joined us via the Zoom, and so did President Hernandez, the president of Argentina, who is the president of CELAC. So it was a big meeting that we had. And again, we agreed that both areas, both SICA and CARICOM, we want to find ways how we can work together. When you look at it, these two regions represent a market over $400 billion. And both regions are of the belief that if we can work together, we could access this market as opposed to have importations into the region. We agree that we have to work on issues of climate change, climate resilience, climate adaptation, access to affordable financing. So we both agreed that the 5 C's from CARICOM and the CCAD, which is the Environmental Commission from Central America, will be working together on many of these issues. En hiermee zijn we gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.